Zo, daar ben ik weer. Zoals je kan zien heb ik mijn beduurwerkje bijna af. Er zijn eigenlijk alleen nog een paar dingen die ik je graag wil laten zien. Want zoals je ziet heb ik de ramen nog niet gedaan. En de stiksteekjes moet ik nog doen. En ik wil je eigenlijk graag laten zien hoe je je garen aanhecht op het moment dat je niet de loopmethode gebruikt. Dan gaan we even kijken welke kleur erin moet. Dat is deze, 3855. Dan haal ik hem even los. Want zoals je hier ziet heb ik deze draad alles een keer gebruikt. En daar ga ik dus niet de loopmethode voor gebruiken. Maar ik ga hem dus aanhechten onder andere steekjes. En dan laat ik je ook zien hoe ik deze steken aan de achterkant doe overbruggen. Zoals je ziet, zo ziet mijn achterkant eruit. En laat ik je zien hoe ik dat doe. Dus ik ga eerst dit garen aanhechten. En dat doe ik eigenlijk door hem hier onder wat steekjes door te steken. Dan trek ik hem eronder door. Niet te ver doortrekken, waardoor hij er weer uitschiet. Maar op deze manier heb ik dus mijn garen aangehecht. En dan begin ik met het maken van de kruisjes. En dan laat ik je zo ook zien hoe ik het doe als ik naar de andere raam toe ga. Ik doe het niet graag zomaar oversteken, want dan heb je allemaal die garen aan de achterkant. Dus ik doe hem daardoor ook weer op een speciale manier. Waardoor ik niet allemaal overstekende draadjes heb aan de achterzijde. Het is geen probleem hoor. Als je dat wel doet, als jij dat prettig vindt, moet je gewoon lekker doen. Maar persoonlijk doe ik dat niet. Ik vind het namelijk wat mooier als ik het op mijn manier doe. En het voordeel daarvan is ook dat er, als je bijvoorbeeld eens een keer een hele lange draad moet overtrekken naar een andere. Ja, dan kan je zeggen van nou ik doe hem opnieuw afhechten en weer opnieuw aanhechten. Dat is een manier. Maar als je dat dus doet en je hebt dus zo'n lange draad aan de achterzijde. Kan dat altijd eens een keer ergens aan blijven haken. En dat zou natuurlijk zonde zijn als je op die manier iets per ongeluk kapot trekt. En ja, ik vind het dus makkelijker en mooier om het op mijn manier te doen die ik je zo laat zien. Ik ben heel erg benieuwd hoe ver jij al met je werkje bent gekomen. Of het is gelukt. En of je het ook zo'n leuk werkje vindt om te maken. Want ja, ik vind deze wel echt super cute. Home Stitch Home. Nu heb ik het laatste kruisje gemaakt in dit raamkozijn. En draai ik hem dus heel even om. En wat ik nou eigenlijk doe, is dat ik het garen hier even achterdoor steek. Achter deze gaatjes. En op die manier heb je hier dus geen losse draad hangen. En ziet het er gewoon mooier uit. En je ziet dat ik dat dus ook op andere plekken heb gedaan. Zoals hier bijvoorbeeld bij de M. Op die manier
Ja, heb ik dus nooit geen lange draden aan de achterzijde zitten. En dat ga ik zo ook doen bij de overige, ja, om naar de andere ramen toe te gaan. Eigenlijk doe ik aan de achterkant nooit meer als twee vakjes oversteken naar een volgende plek. En als het dus drie of meer zijn, ja, dan ga ik hem dus aan de achterkant op die manier afhechten. Ik vind het wel leuk dat dit borduurwerkje heeft bijna dezelfde kleuren als in onze woonkamer. Want we hebben een beetje okergeel en petrolblauw. Of ja, een beetje groenblauwig is dat. En ja, deze donkergroene garen of aquablauw. Ja, het is geen aquablauw, maar echt ja, dat petrolkleur. Ja, dat is eigenlijk precies onze woonkamer. En ja, dat oranje dat niet helemaal. Maar dit is natuurlijk ook een beduurwerkje wat je eigenlijk heel makkelijk met andere kleuren zou kunnen beduren. Dus stel voor dat je in je woonkamer rood hebt. Ja, dan kan je dat mooi met rood maken bijvoorbeeld. Dat je deze ramen met een donkerrood en een wat lichter rood pakt. Of iets dergelijks. Op die manier. Ja, kan je het gewoon eigenlijk aan je woning aanpassen. Maar voor deze cursus heb ik gewoon het borduurpatroon gevolgd. Toch merk ik wel dat ik vaak eigenlijk gewoon de standaardkleuren in een borduurpatroon gebruik. Dat ik zelf ook maar heel weinig aanpas. En dat komt omdat ja, ik zoek een borduurwerkje uit omdat ik die leuk vind zoals die eruit ziet, ja, dan is het natuurlijk niet, ja, dan hoef ik het eigenlijk ook niet aan te passen. Nou, dit raam ga ik heel even een rijtje omlaag doen en een rijtje omhoog. En dat doe ik omdat ik bij dat volgende raam wil ik van boven naar beneden werken, zodat ik vervolgens beneden uitkom en naar het benedenraam kan gaan. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie tot nu toe van deze cursus vinden. En of je er iets van geleerd hebt en ook wat je eventueel nog meer zou willen zien in toekomstige video's. Wat zou je nog graag willen leren wat ik je zou kunnen laten zien? Dus laat het mij weten. Hieronder de video kan je een reactie achterlaten. Want ik wil in de toekomst dus meer van dit soort video's gaan maken. Dan wil ik een beetje peilen waar jullie behoefte ligt. Zodat ik weet wat ik voor jullie kan maken. Kijk, zoals je ziet hè, heb ik bij die andere twee ramen dus steeds twee kruisjes in een rij gedaan. En je ziet dat ik nu dus de kruisjes in een kolom maak. En ja, voor het eindresultaat maakt dat eigenlijk helemaal niks uit. Dus ook daarbij geldt gewoon, doe lekker wat jij prettig vindt. En ja, wat voor jou het fijnste werkt. Dat is natuurlijk voor iedereen anders.
En ja, ik merk zelf vaak dat de ene keer doe ik het op die manier, de andere keer doe ik het op die manier. En dat is dus maar net hoe dat het dan precies uitkomt. Kijk, dus deze ga ik weer twee per rij doen. Zodat ik zo meteen onderaan eindig. Zodat ik naar het volgende raam toe kan gaan. Maar ik denk niet dat ik met dit stukje garen helemaal uitkom. Dus ik zal zo meteen toch wat garen bij moeten pakken. En zoals je ziet, hè, mijn garen zijn niet meer, draadjes zijn niet allebei meer even lang. Soms heb je dat wat meer als de andere keer. Hij heeft vaak gewoon te maken met hoe strak je hem aantrekt. Ik trek mijn garen niet heel strak aan. Ik vind het juist wel mooi als het wat voller wordt. En als je je garen heel strak aantrekt, dan blijven de gaatjes van de AIDA-stof soms wat openstaan. En dat, ja, dat vind ik persoonlijk dan weer minder mooi. Dus ik laat graag mijn kruisjes er een beetje bovenop de stof liggen. En dit zal denk ik mijn laatste kruisje zijn. En dan ga ik dit garen heel even afhechten. Dan weer onder wat steken door. Zo, die knippen we dan weer heel even af. En dan pak ik heel even een nieuwe draad erbij. En als ik dan weer start met een nieuwe draad, ja, dan kan ik natuurlijk wel die loopmethode gebruiken. Nou, garen splitten. Ik had het jullie al laten zien. Maar hou hier vast. En dan trek ik gewoon één draadje eruit. Op die manier. En die bind ik dan weer samen aan elkaar. En dan kan ik hem gewoon weer in de naald stoppen. En dan ga ik nu dus weer beginnen met die loopmethode. Dus steek gewoon het garen, ik zal een beetje zo houden, erin. Trek hem niet helemaal door, maar en steek hem dan al in het volgende gaatje. En dan haal ik hem hier doorheen en dan trek ik hem aan. En dan kunnen we gewoon weer door met beduren. En dan zitten alle kruisteken er al bijna in. En dan laat ik je zo meteen in een volgende video zien hoe je de stiksteken maakt. Weer een keer hier doorheen halen. En dan gaan we verder met het laatste raam. Dan heb je gewoon al bijna je eerste borduurwerk af, als dit de eerste keer voor jou was.
Ik heb ook begrepen dat er heel veel mensen naar de cursus hebben gekeken die al gevorderden zijn. En ook toch nog heel veel hebben opgestoken. Dat is natuurlijk ook zo. Hè? Je doet het altijd op je eigen manier en dat is helemaal prima. Maar het is soms ook handig om tips en tricks van iemand anders te zien, waar je zelf wellicht nog nooit aan gedacht hebt. Je steekt er altijd wel weer iets van op. Hè? Ik heb dat ook wel eens gedaan met het bekijken van Amerikaanse video's. Heb ik toch ook weer een hoop dingen geleerd. En zo heeft toch iedereen zijn eigen handigheden. En dat is ook helemaal prima. Gewoon lekker doen wat bij jou past. En ja, ook krijg je natuurlijk wel eens tips wat gewoon niet voor jou is. Dat kan. En dat is ook helemaal prima. Nou, het laatste kruisje die gaat erin. Zo. En dan hecht ik hem aan de achterkant weer af. Door hem door wat kruisjes heen te halen. En dan knip ik mijn draad weer af. En zo'n stuk draad gaan we natuurlijk niet weggooien. Hè? Dus bewaar die gewoon op je bobbin. Dan kan je die voor een volgend projectje gaan gebruiken. Dus zo, alle kruisstikken zitten erin. En nu hoeven we alleen nog maar de stiksteken te doen. En die ga ik je laten zien in de volgende les.